ja, ook de schoonheid van een ouder iemand. Hoe mooi een huid kan zijn en hoe mooi het haar kan zijn. Het grijze, zilvergrijze haar. De structuur van die huid. Ja. Daar kun je gewoon wat mee doen als schilder. Nou, verder ben ik, ja, behalve dat het een heel lief mens was, ben ik ook gek op gewoon op zo'n bril. Wat je daarmee met licht kunt doen. Hè? Dezelfde lichteffecten die je wel hebt in mijn stilleven, mijn werk. Het glas en zo, dat zie je hier ook. Dus de bril die weer vertekent. Ja. Ze is eigenlijk een beetje een vreemd, wezensvreemd element op zo'n... Soms gezicht, met het contrast, dat boeit me ook wel weer. Ik heb me geschilderd in een vitrine. En dat was eerst oorspronkelijk met een soort korte broek. En met onbloot bovenlijf. Het, zijn natuurlijk, ja, het is allemaal zo bloedserieus in de schilderkunst. Daar gaan mensen zich afbeelden met hun palet. Ik heb niet eens een palet, ik heb gewoon zo'n tafeltje met wieltjes. Maar goed, dan toch maar eens een keer met een palet. Een soort traditie in de kunst om jezelf met palet en... paletstok af te beelden.